Regelmatig hebben mensen een bepaald beeld vooraf voordat de hond in huis komt of voordat je andere leuke dingen gaat doen. Maar als het gaat om puppy's, dan heb je vaak een bepaald beeld. Hoe je samen naar het strand gaat, hoe je lekker de wandelingen gaat doen, waar de hond slaapt. Allemaal van dat soort dingen. En weet je, een deel van het bestaansrecht van puppygroep.nl is natuurlijk ook dat de dingen niet altijd gaan zoals dat je vooraf had verwacht. Bijvoorbeeld omdat je hond opeens op de bank springt waarvan dat je ook dacht, nee. Dat hadden we vooraf toch heel anders in gedachten. Daar loopt Femke ook tegenaan. Femke schrijft: hoi, onze Ridgeback pup van 20 weken wil super graag op de bank. Als ze op de bank springt, maakt ze er een spelletje van en begint ze te bijten en te blaffen zodra we haar er proberen af te halen. We geven haar dan meestal een time-out door haar even in de ren te plaatsen, maar ze zal het steeds weer opnieuw proberen. Heb je misschien tips voor ons? Nou, die heb ik wel hoor, Femke. En ik weet niet of je al vaker hebt gekeken, maar over het algemeen is stap 1 wat ik ga doen als je hond bepaald gedrag vertoont. Stap 1 wat ik van je vraag is, weet je wat de motivatie is van je hond? En dat is bij het op de bank springen is vaak een hele makkelijke om te kunnen achterhalen. Want de motivatie wil ik bij deze graag in tweeën opsplitsen. Motivatie nummer 1. Ze wil gewoon dolgraag bij jullie liggen. Jullie zijn echt de leukste en de liefste van allemaal. En als jullie op de bank zitten, wil ze er gewoon bij. Motivatie nummer 2 is, ze doet het juist als jullie er niet zijn. Omdat ze gewoon lekker op de bank wil liggen. Of überhaupt, ook als jullie er wel zijn, ze vindt de bank gewoon lekker zacht of lekker hoog of wat dan ook. Dus ga eens op zoek naar de motivatie. En op het moment dat je de motivatie weet, dan kan je daar dus ook wat mee. Bijvoorbeeld, stel, ze wil het allerliefst op de bank liggen. En als ze dan op de bank gaat liggen, komt ze ook lekker tegen jullie aankruipen. Of misschien wel je kop op, of haar kop op jouw schoot. Dat als jij of als jullie de motivatie zijn, ga dan overdag eens wat vaker gewoon even op de grond zitten. He, kussentje op de grond, dat je renhouten of koude billen krijgt. Even kussentje op de grond. Dan ga je lekker op de grond zitten. En dan zijn dat de momenten dat je hond lekker bij je kan komen zitten. Ja, want nogmaals, je hond denkt, als dat de motivatie is, je hond denkt en zegt dan, ja, maar ik vind je zo leuk en ik wil zo graag bij je zitten. En het is zo lekker knus op de bank. Kom ik er lekker bij zitten? Nou, maak het dan lekker knus op de grond. Ga een paar keer per dag gewoon even lekker op de grond zitten. Dan komt je hond lekker tegen je aankruipen. Dat. Dan hebben jullie nog steeds die momentjes samen. Maar dan is het niet op de bank. Is daarmee je probleem opgelost. Mocht je twijfelen wat het is, dat je zegt, nou, springt wel op de bank eigenlijk alleen maar als wij er zijn, maar komt niet per se tegen ons aanliggen, dan zou je kunnen kijken wat er gebeurt als jij opstaat en wegloopt. Of als je met z'n tweeën bent, dat je dan opstaat en wegloopt om te kijken wat de pup dat doet. Dan doet, blijft hij verbouwereerd achter van, ja, kom ik bij jullie liggen, gaan jullie weg? Of zegt hij, ik let wel op de bank, gaan jullie maar lekker wat anders doen als je me zoekt, ik lig hier. Ook dat is weer zo'n puntje om te kunnen meten van, waarom doet hij nou eigenlijk wat hij doet? Doet hij het voor ons of doet hij het voor de bank? Misschien zeg je wel, nou, de floepert weet wel dat het niet mag, dus hij doet het vooral als wij niet in de buurt zijn. Als wij aan de eettafel zitten, ligt hij op de bank. Als wij in de keuken zijn, ligt hij op de bank. Dat soort momenten. Dan heeft het dus niks met jullie te maken, dan heeft het vooral met de bank te maken. En dan zou je eens kunnen gaan kijken van, oké, als die op de bank gaat liggen, heeft hij dan een vast plekje? Gaat hij bijvoorbeeld altijd op de bank liggen waarbij dat hij uitzicht heeft naar buiten? Vindt hij het buiten gewoon heel erg interessant? Of gaat het hem vooral omdat hij lekker zacht ligt op de bank in plaats van op zijn harde kleedje in de bench? Ik weet het niet, ik vul het maar gewoon in. Dus op het moment dat je die motivatie weet, zou je daarop in kunnen spelen. Stel, hij doet het omdat het zo lekker zacht ligt, of hij doet het omdat het zo lekker hoog ligt, dan zou je misschien ook wel een wat hogere mand voor hem kunnen halen. Of een mand op pootjes, of dat je de mand ergens op een kist zet of zo. En dan een plankje erbij of een trappetje erbij, dat hij leert hoe dat hij de mand in kan lopen. En dan kan hij dus op zijn dode gemak in de buiten kijken. En dan hoeft het niet meer op de bank. Nou, voordat je nou heel je huis gaat verbouwen om een hogere mand voor hem te regelen, is het wel een goed idee om te weten of dat het is. Want als het om jullie gaat, dan kan je bouwen wat je wil. Maar dan zegt hij nog steeds, nou, kom toch het liefste bij jullie liggen. Ja, dus op het moment dat het echt voor jullie is, opstaan en weglopen. Hem misschien wat verbouwereerd achterlaten, maar vooral voor zijn, dus lekker veel op de grond gaan zitten en daar die momenten samen gaan pakken, als het om hoog gaat of om zacht gaat of om wat dan ook, ga eens kijken of dat je iets
vorm kan maken, kan leveren, creëren, een zacht kussen kopen, dat soort dingen, zodat hij liever daar gaat liggen. En, wat ook niet geheel onbelangrijk is, maak er inderdaad geen strijd van. Want misschien ziet hij het wel als een leuk uitdagend spelletje. Dus jullie zitten een beetje saai op de bank, een beetje te Netflixen. Gadver, daar is ook niks aan. Maar weet je, als ik op de bank spring, dan gaan we er een spelletje van maken. Dus dan zou daar ook nog eens een keer een beloning in kunnen zitten. Ja, dus wat je dan kan doen op die momenten is hem desnoods even een huislijntje hebben. Dus dat hij gewoon zijn halsband om heeft waar dan een heel kort lijntje aan hangt. Voor mij met een oude riem of zo. Of je gaat bij mij bij de dieren speciaalzaak waar ik wel eens kom, hebben ze zo'n bak met aanbiedingen. Dingen voor 1 of 2 euro of zo. Koop je daar gewoon een of andere riem, knip je af op, nou wat zal het zijn, 15, 20 centimeter. En hang je die aan de riem. Dan hoef je niet aan zijn lijf te zitten, maar kan je gewoon de lijn pakken, ploep. En dan kan je hem weer van de bank afhalen. Maar stap 1 blijft onderzoeken van zijn motivatie en kijken of dat je het kan voorkomen. Dus nogmaals, een aanvulling. Stel dat het bijvoorbeeld is, joh, als wij aan de, in de keuken staan of aan de eettafel zitten of wat dan ook, dan maakte hij altijd van de gelegenheid gebruik om lekker op de bank te gaan zitten. Kan je iets doen om de bank te blokkeren? Hè, ik heb een hond gehad die dat regelmatig deed, voordat ik het eigenlijk wel oké vond dat hij het deed. Als ik eventjes wegging, dan hoefde hij niet in de bench. Was al een volwassen hond, mocht zelf weten of dat hij in de bench ging, ja of nee. En dan legde ik bijvoorbeeld eettafelstoelen legde ik op de bank neer, zodat hij er niet op kon. Dus daar zou je ook nog aan kunnen denken. Maar het belangrijkste is, ga eens kijken of je kan achterhalen, wat is zijn motivatie en kan ik dan iets voor zijn? Of kan ik iets in huis veranderen, waardoor dat hij eerder daarvoor gaat kiezen? En nog een aanvulling. De momenten dat hij wel gewoon ergens gaat liggen waar dat je het graag wil, ga hem daar dan aandacht voor geven. Dus op het moment dat hij wel lekker ergens op de grond gaat liggen, of in zijn mand of in zijn bench, ga dan even lekker bij hem zitten. Of vertel hem even dat het de liefste, de mooiste en de knapste van heel de wereld is. Want hij krijgt in ieder geval aandacht. Op het moment dat hij op de bank springt, ga eens kijken of dat je dat kan veranderen. A, door dat voor te zijn, afhankelijk van zijn motivatie. En B, door hem aandacht te gaan geven voor hetgeen wat je wel graag wil. Ja? Dus daar kan je een beetje mee gaan spelen. Nou, allemaal tips, allemaal informatie. Ik hoop dat je eruit kunt halen wat het beste bij jou past. Zo niet, laat je hem dat gewoon weten. Dan hebben we het er nog een keer over. Ja? Succes Femke en een fijne dag vandaag. Goedemorgen allemaal. Ik begon natuurlijk al met bepaalde verwachtingen en die niet altijd uitkomen. Nou, dat is een beetje het bestaansrecht van puppygroep.nl. Daarom zijn jullie ook hier. Er gebeuren bepaalde dingen waarvan dat je denkt, dat had ik eigenlijk niet verwacht en hoe moet ik daar nu mee omgaan? En daarom doen we 2 keer per week een puppenvragenuurtje van puppygroep.nl live via YouTube. Dus goedemorgen allemaal. Mijn naam is Edgar. Ik ben instructeur en gedragstherapeut en ik beantwoord alle vragen bij puppygroep.nl. Nou, jullie zullen gaan merken, de ene keer is dat wat vaker dan de andere keer, dat ik niet altijd maar alles kan beantwoorden. Ik doe altijd mijn best om in ieder geval de leeftijd van, nou zeggen ze wat, 7 à 8 weken tot 6 maanden, daar waar het kan, beantwoord ik zoveel mogelijk. Naarmate dat ze ouder worden, dat is eigenlijk hetzelfde als met kinderen. Als ze gaan puberen, dan wordt het vaak al wat lastiger, omdat er een heel andere motivatie achter zit. Of lukt het gewoon niet om daar online antwoord op te kunnen geven? Dan geef ik dat ook gewoon eerlijk aan. Weet je, als ik denk van, oh, ik wil de hond zien of ik wil meer weten of wat dan ook, dan vertel ik je dat ook gewoon open en eerlijk. Wat mij altijd helpt, eigenlijk precies zoals dat Femke dat heeft gedaan, is om de leeftijd van de pup erbij te vermelden en het ras van de pup. In dit geval heeft de ras weinig toegevoegde waarde aan hetgeen wat er gebeurt. Maar het geeft mij wel een totaal plaatje. Ik hoef niet te vragen, heb je een grote pup of een kleine pup? Soms zijn er rasgebonden gedragingen bij, waarvan dat ik het wel heel fijn en heel handig vind om die te weten, zodat ik ook gerichter antwoord op je vraag kan geven. Ja, dus hoe completer je vraag, des te completer mijn antwoord. Als we zo meteen klaar zijn, en dat zal over ongeveer een uurtje zijn, meestal loop ik wel iets uit. En je denkt van, jeetje, ik zou eigenlijk nog wel veel meer willen weten. Kijk dan onder dit scherm eventjes, hè, onder dit YouTube-scherm. Daar staat Puppy opvoeden vragenuurtje van puppygroep.nl. Daaronder staan allemaal links naar boeken, cursussen, blogs, vlogs. Nou, je kan het allemaal zo gek niet opnoemen, of het staat er wel tussen. Ik verander overigens wel de naam. Vandaag wordt het iets in de zin van, help, de pup springt op de bank, wat nu?
Zoiets. En daarna plaats ik ze ook nog op Facebook. Dus als je ook op Facebook zit, dan kan je natuurlijk altijd even op Facebook gaan kijken. Daar staat hij dan ook. En is het makkelijker terugvinden dan misschien hier zoeken tussen alles wat er staat. Ik zei net al, we hebben onder andere boeken en cursussen en van alles en nog wat. Dus kijk daar gewoon even gerust tussen de links die hier beneden staan. Of op de website puppygroep.nl. De boeken heb ik hier ook. Zo is er bijvoorbeeld het ultieme puppy bench training handboek. Een boek van ongeveer 75 bladzijden is dik. Met meer dan alleen maar een stappenplan. Hoe leer ik mijn hond de bench nou aan? Hier ook praktische tips voor bench training. En een puppy piept in de bench en wat moet ik dan doen? En het puppy vervoeren van de hondenfokker naar huis, waar moet ik dan allemaal rekening mee houden? Dus er staat veel meer in dan alleen maar die ene stap. Het boek is ongeveer 75 bladzijden dik. Geschreven in samenwerking met 10 experts uit de markt. Dus er staan ook verschillende adviezen in soms. En dat is alleen maar fijn, want weet je, net als in de wereld van de psychologie zijn er mensen met een verschillende mening. Dus als het een niet werkt, kan je het ander uitproberen. Het boek is er ook als e-book en als luisterboek. Dus mocht je dat liever hebben, dan kan dat. En dat geldt voor alle boeken, allemaal ongeveer 75 bladzijden dik. En met alle boeken bedoel ik, er is bijvoorbeeld ook het ultieme puppy alleen laten handboek. Geschreven in samenwerking met 7 experts. En sommige mensen zeggen, maar als die de bench leuk vindt, dan kan die toch ook alleen blijven. Nee, zo werkt dat niet. Alleen blijven is echt iets wat je moet leren. Ga maar na bij de fokker thuis was de pup nog samen met zijn broertjes, zijn zusjes en zijn moeder. Is nog nooit een dag alleen gebleven. En dus het is niet zomaar als vanzelfsprekend dat je tegen de pup zegt als je thuis komt, nou, welterusten, ga lekker in je bench en de groeten. Of ik ga even boodschappen doen en de groeten. Dat kan die zomaar heel erg spannend vinden. Maar er is een heel mooi stappenplan om je hond te leren om een bepaalde tijd eventjes alleen te blijven. Het ultieme puppy bijten afleren handboek. Nou, degenen die vaker kijken, die weten. Van mij hoeven ze het op zich niet af te leren. Bijten is iets gewoons voor honden. Die bijten op ballen, bijten op kluifjes, bijten op hun brokken, bijten van alles. Wij bijten ook in verschillende dingen. Het is alleen wel fijn om te weten waar dat hij wel in mag bijten en waar dat hij niet in mag bijten. Nou, tips daarvoor. Inclusief, ik begon net bij de vraag van Femke over motivatie. Inclusief 7 verschillende redenen waarom dat hij zou kunnen bijten. Dus ook daar is het weer stap 1. Waarom doet hij wat hij doet? En tenslotte het ultieme puppy zindelijk maken handboek. Pups worden over het algemeen zindelijk ergens tussen de 7 weken en de 7 maanden. En hoe consequenter jij daarin bent. En met consequent bedoel ik hoe vaker dat jij gewoon tegen je pup zegt, joh, we gaan naar buiten, we gaan naar buiten, we gaan naar buiten. Des te sneller dat hij leert, oh, oké, plassen doen we buiten. Nou, is goed, doen we dat toch. Ja, 4 boeken, ongeveer 75 bladzijden per boek. Klik even op de link of kijk op puppygroep.nl voor meer informatie. Ga ik snel door verder met de vraag van Chiara. En Chiara zegt, hi, mijn pup van 13 weken is erg bijterig, waardoor hij een groot deel van de tijd spendeert in de ren. Dit vind ik erg jammer. Heb je tips? Ik heb afleiden al geprobeerd, maar handen en tenen zijn leuker. Ja, nou Chiara, ik zei net al, er zijn wel 7 redenen waarom dat je pup zou kunnen bijten. Dus voordat ik jou een tip zou kunnen geven, is het voor mij en vooral voor jou heel erg belangrijk om te weten, waarom doet hij nou eigenlijk wat hij doet? Dus ik noem gewoon een aantal redenen waarom dat hij het zou kunnen doen. En dan is het aan jou om te gaan kijken van, daar herken ik wel wat in. En ik noem ze niet allemaal, want dan zijn we dadelijk het hele puppyvragenuurtje bezig met de vragen over het bijten. Dus ik attendeer je nog even op deze. Hier staan echt heel veel tips in en heel veel redenen. Maar gewoon voor iedereen die kijkt, van bijna iedereen die een pup heeft, loopt hier tegenaan. En dat is ook, nou ja, bijna de geruststellende gedachte. Alle pups bijten. Ik zei het net al, alle honden bijten, alle pups bijten. Dat is ook de manier hoe dat ze spelen met de andere pups in het nest. Want ze bijten elkaar en ze pakken elkaar gewoon vast. Dat is wat honden doen. Dus daar is op zich niks vreemds aan. Onze tere huidjes kunnen daar wat minder goed tegen. Dus als je zegt van, ik wil daar graag wat aan veranderen, dat snap ik heel goed. En jouw huiswerk, maandagochtend, 9:45 en je krijgt nu al huiswerk mee. Jouw huiswerk is dus, ga eens kijken of dat je de motivatie van de pup kunt achterhalen. En ik noem je even een aantal redenen. Reden nummer 1 zou kunnen zijn, de pup verveelt zich. Hij wil zich spelen en misschien liggen er wel speeltjes genoeg op de grond, maar die bewegen niet. En er volgt ook geen reactie als die daarin bijt. Als die gewoon langs een knuffeltje loopt en daar bijt er een keer in. Nou, misschien zit er een piepje in.
Maar dat is het dan ook wel. Terwijl als die jou in je tenen en in je vingers bijt, dan volgt er veel meer reactie. Dan zie jij zegt auw en je reageert en oké, hij moet dan op een gegeven moment wel in de ren. Maar toch, er is wel enige vorm van interactie. Spelen moet je leren, ook als pup. En de pup heeft wel geleerd om te spelen met zijn broertjes en zijn zusjes. Maar hij heeft nog niet geleerd om te spelen met jou of om te spelen met zijn knuffels. Kan ik me zomaar iets bij voorstellen. Dus stel nou dat je pup zich verveelt. Dat je zegt van nou ja, weet je, hij loopt gewoon lekker rond op zijn dode gemakkie. En ik ben even mijn dingen doen, ik ben de afwas aan het doen. Of ik zit in Netflix, het maakt me niet uit wat je doet. En opeens hangt hij in mijn vingers en in mijn tenen. Sorry, dan zou dat dus met verveling te maken kunnen hebben. En dat zou dan kunnen betekenen dat je je ritme iets aanpast. Dus in plaats van dat je eerst de afwas gaat doen of dat je eerst gaat Netflixen, ga je eerst even met je hond spelen. En spelen is veelal voor honden dat jij iets pakt, een knuffeltje, een speeltje, een flostoutje, iets wat je bij hem vandaan beweegt over de grond, zodat hij er lekker achteraan kan rennen. En op die manier ga je even een tijdje samen spelen en hij mag het bijten en er mogen trekspelletjes zijn en hij mag het nog winnen ook. Hè. Vroeger werd altijd gezegd, je hond mag niet winnen, anders denkt hij dat hij de baas is. Nou, als ik nooit een spelletje win, dan weet ik niet of dat ik dat wel een leuk spelletje vind. Dus om het ook voor je hond leuk te houden, is het echt wel oké dat jij soms wint en dat hij soms wint. Dat daar een beetje afwisseling in zit. Dus als het verveling is, en verveling herken je heel vaak, omdat het eigenlijk door de hele dag door wel een beetje kan gebeuren. En vaak van die momenten zijn dat hij je opeens bespringt en opeens hangt hij in je tenen of in je broek of in, dat soort dingen. Misschien is het wel tegenovergesteld. Het is vaak aan het einde van de dag dat hij een beetje overprikkeld is. Dan heeft hij misschien wel een wat te drukke dag gehad, te weinig geslapen of te veel prikkels binnengekregen of een combinatie van die twee. Pups van 13 weken mogen echt nog wel 18 uur per dag slapen. Dus je zal merken dat als dat bijvoorbeeld maar 14 uur per dag is of 16 uur per dag, dat hij aan het einde van de dag of als hij een hele drukke dag heeft gehad, dat de prikkels zijn binnengekomen. Misschien heb je kinderen en nemen de kinderen af en toe vriendjes en vriendinnetjes mee en die rennen door het huis. Zou kunnen. Of je hebt veel gedaan, of je hebt vriendinnen over de vloer gekregen, of ze zijn in de buurt ergens aan het boren en je de hele dag hoor je meeuw. Dat zijn allemaal prikkels waar dat je hond, wij hebben dat ook, waar dat je hond heel erg moe van kan worden. En aan het einde van de dag is hij dan zo moe dat het niet in hem opkomt om even ergens te gaan liggen of te gaan slapen. Maar in plaats daarvan gaat hij rondjes rennen en dan over de bank onder de salontafel. En dan eindigt hij ergens in je handen, in je neus, in je vingers, in je... Nou, ergens. Dus dat zou ook nog kunnen. Nou, daar waar je bij verveling wat eerder met hem gaat spelen, is het bij overprikkeldheid. Dus misschien wel, misschien heeft hij wel behoefte aan rust. En dan zou het in zijn ren doen zomaar een idee kunnen zijn. Maar ja, als verveling zijn motivatie is en je stopt hem in de ren, gaat hij nog meer niks doen. Heeft hij nog meer zin om wel iets te doen op zijn hondse manier en wordt het dus alleen maar erger. Dus het in de ren doen, of dat werkt, is heel erg afhankelijk van zijn motivatie waarom dat hij doet wat hij doet. Misschien speel je juist wel heel veel met hem en is het tijdens het spelen dat hij heel veel in je vingers bijt. Zou ook nog kunnen. Past dan de manier van spelen bij je hond? Ga je te lang door? Dat kunnen ook allemaal verschillende redenen voor zijn. Misschien knuffel je de hond wel heel veel en bijt hij op dat soort momenten. Aaien of knuffelen, bijt hij op dat soort momenten in je vingers. Past de manier van aaien of knuffelen dan wel bij je hond? Dus je hoort het, er zijn best wel veel redenen waarom dat een hond zou kunnen bijten. Aan jou de schone taak om te achterhalen wat zijn motivatie is. En op het moment dat je de motivatie weet, dan weet je nou bijna automatisch ook de oplossing. Nogmaals, ik heb hem al een keer laten zien. Ik laat hem nog een keertje zien. Ik denk zomaar dat deze wel interessant voor jou is. Klik even op de link hieronder of kijk even op de website puppygroep.nl. En dan moet het vanzelf beter gaan. Mocht je nou zeggen, ik ga de komende dagen eens kijken, achterhalen wat zijn motivatie is. En donderdagavond om 7 uur ben ik er weer. Dan stel ik opnieuw de vraag, inclusief de motivatie. Vind ik ook hartstikke goed. Gaan we samen kijken of dat we dat op kunnen lossen. Ja, succesjaren. En even een dagboekje bijhouden. Even kijken van op welke momenten doet hij het. En dan komt de motivatie vanzelf wel naar voren. Succes ermee. Michiel zegt, ha Edgar, onze stabijpup van 15 weken kan sinds een week of twee zijn aandacht tijdens het loslopen niet meer op ons richten. Normaal konden we hem heel goed lokken of roepen, maar nu niet meer. Wat te doen?
Mijn complimenten, Michiel. Het feit dat je pup steeds meer de wijde wereld durft op te zoeken, dat is omdat hij zich daar veilig voelt. En de reden dat hij zich daar veilig voelt, is omdat jullie hem heel goed gesocialiseerd hebben. Dus dit is een van de dingen die erbij hoort. Vaak is dat eerste kantelpunt inderdaad al zo rond een week of 12, hè, dat hij de ik ben twee, dus ik zeg nee fase ingaat. En dat is ook zo'n fase dat hij zegt, nou, gaan jullie mij naar huis, ik kom zo wel. Nou, daar zit jouw pup nu wel redelijk in. Mijn tip voor jou is, ga eens kijken of het uitkomt, ja of nee. En daarmee bedoel ik, ik vind het wel heel belangrijk en heel fijn dat hij de wereld een beetje ontdekt. Hè? Dat hij echt op zoek gaat, dat hij zijn neus achterna gaat en dat soort dingen allemaal. Als jij zegt van, joh, weet je, we gaan lekker naar het bos en we hebben alle tijd en laat hem lekker snuffelen, dan geef je hem daar gewoon even lekker die tijd voor. Eventueel met een slepende lijn achter hem aan. Dat mocht hij echt niet meer komen, dat je er naartoe kan gaan, dat je even op de riem kan staan als het nodig is. En dat je hem in ieder geval weer de regie in handen hebt, dat je hem weer mee kan nemen. Op momenten dat je denkt, nou kom, we gaan even snel naar buiten, maar niet te lang, dan zou ik hem niet loslaten, omdat het anders alleen maar voor frustratie zorgt. Dat je denkt, we moeten weg, ik moet kinderen van school halen, of ik moet boodschappen doen, ik moet naar mijn werk, weet ik veel wat ik moet doen. We hebben hier eventjes geen tijd voor. Dan zou ik ook voorkomen dat die tijd niet gaat ontstaan, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Beetje onduidelijk hoe ik het verwoord. Het kan natuurlijk ook nog zijn dat je zegt van, nou ja, we lopen aan de lijn, maar ze is alleen maar, hij is alleen maar met andere dingen bezig. En dat is ook oké. En ook daarvoor geldt, ook aan de lijn, als je de tijd hebt, geef hem de tijd. Ja? Honden hebben, tenminste, misschien hebben wij ze wel precies hetzelfde, ik sluit het niet uit, maar er is een wetenschapper geweest, zo rond de eeuwwisseling, die heeft 7 emotionele systemen voor honden omschreven. En de ene, of één daarvan, misschien wel de belangrijkste van allemaal, is het verlangen, is het seeking system, zoals dat hij dat noemde. En in dat verlangen zit ook het verwerken van geurtjes en de wereld ontdekken. En je hond zit op zo'n moment heel erg in dat verlangen om de wereld te ontdekken. En zou je hem dan optillen en mee naar huis nemen? Bijvoorbeeld, ik heb niet de indruk dat je dat doet, maar stel dat je dat doet. Daar gaat dat verlangen niet mee weg. Dan de volgende keer dat hij buiten loopt, heeft hij dat nog steeds. Dus geef hem ook wel de tijd. Het hoort er wel een beetje bij. Ik geef mijn moeder tegenwoordig ook een stuk minder aandacht dan dat ik dat vroeger deed. Om maar een voorbeeld te noemen. Naarmate dat je ouder wordt, ga je degene bij wie dat je bent, daar hang je wat minder aan. Dit is, ik zal niet zeggen dat het al puberteit is, maar je gaat wel langzaamaan die kant op. Over een tijdje ligt zijn focus helemaal op andere dingen. En dat is oké, dat hoort erbij. Als je dat goed managt, dus voorkomt dat er dingen gebeuren waarvan dat je denkt van, oh, dat hadden we beter niet kunnen doen. Tenminste, kan natuurlijk wel, alles één keer. Hè? Als je een keer ergens bent en de hond gaat er vandoor dat je denkt, oh, dat is niet handig. Dat moeten we volgende keer anders managen. En de volgende keer heb je de hond aan de lange lijn. Ik noem maar wat. Dan kan je dat op die manier managen. En kan je hem op die manier die leeftijdsfases een beetje doorhelpen. En dan voorkom je dat hij dingen gaat leren die later niet oké zijn. Of die later niet wenselijk zijn als volwassen hond. Voor nu, neem de tijd. Neem de rust. Dit hoort er allemaal wel een beetje bij. En ik weet niet of je lekkers bij je hebt als je wat gaat wandelen. Misschien heb je wel gewoon eigen brokjes bij je. Misschien is het wel een leuke verrassing voor je hond als je eens extra lekkers gaat kopen. En dat kan gewoon zijn, je neemt een plakje kipfilet in plaats van op brood, scheur je in hele kleine stukjes of snij je in hele kleine stukjes. Neem je dat mee in een zakje om daar af en toe eens mee te belonen, dat hij denkt, hey, jij bent meer dan alleen maar een aardige vent met mijn brokjes. Je bent een aardige vent met kipfilet. Dat verandert zijn motivatie vaak al wel een beetje. Of je gaat gewoon naar de dierenspeciaalzaak en je gaat dingetjes van die zalmsnippertjes halen of runderlong of wat dan ook. Iets wat ze heel erg lekker vinden. Dat ze ook leren dat als je buiten roept en ze komen, dan zou dat zomaar eens iets heel erg lekkers op kunnen leveren. Niet altijd alleen maar dat lekkers geven, een beetje in afwisselen. Dat het verlangen wel blijft bestaan. Ja? Ik hoop dat je er iets aan hebt. Mocht ik de situatie anders hebben ingeschat, laat het maar gewoon weten. Dan kom ik er nog eventjes op terug. Zo meteen. Hey, even kijken hoor. Roy zegt, hoi Edgar, onze pup Mila, een labrador van 11 weken, gaat steeds meer zitten als ik ze wil uitlaten en dan voornamelijk buiten op straat.
En wil dan niet meer mee. Wat kan ik daarvan doen? Dit is iets wat ik heel vaak zie bij wat jongere pups. Omdat ze het dan een beetje spannend vinden. Het kan zijn dat er een situatie ontstaat waar jouw hond een beetje van onder de indruk is. Het gaan zitten of het gaan liggen zijn wat we dan noemen kalmeringssignalen. Wij doen dat eigenlijk ook wel vaak in de gaan staan manier. Dat als we ergens komen en er gebeurt iets overweldigends of er is heel erg druk. Of jeetje, waar moeten we nu eens naartoe als we op vakantie komen? Je komt bij ergens een megapark aan. Of je gaat naar een pretpark en je komt er binnen en je denkt, wow, waar zullen we als eerste eens naartoe gaan? Dat bedenken we meestal als stilstaat. En dat is wat je hond ook doet. Je hond loopt buiten, er gebeurt iets waar dat hij wat van vindt en daar gaat hij van zitten. En dat zou kunnen zijn dat hij het buiten gewoon spannend vindt, of gewoon, het kan zijn dat hij het buiten wat spannend vindt. Het kan ook zijn dat er misschien, je zei gaat steeds zitten. Ik dacht, misschien is dat iets van recent, maar het kan ook zijn dat er iets gebeurd is. Het kan ook zijn dat dit al vanaf dag 1 is. En dat elke keer als de pup gaat zitten, dat jij dan een brokje uit je zak haalt om de pup mee te begeleiden, zodat hij weer mee gaat lopen. En jouw intentie is daarin wel heel erg goed, want je wil je hond graag in beweging houden. Maar je hond zou het kunnen opvatten als zijnde, oké, wacht even. Dus als ik met jou meeloop, dan gebeurt er niks. Maar als ik ga zitten, dan haal je een brokje uit je zak en dan nodig je me uit om mee te lopen en dan krijg ik ook dat brokje. Maar dan ga ik wat vaker zitten. Ik zeg niet dat het zo gebeurt. Ik zie het wel heel veel gebeuren bij veel mensen. Dus ik wil hem wel eventjes meenemen. Dus wat je mag gaan doen is meer aandacht gaan stoppen in het meelopen. Dus op het moment dat hij wel meeloopt, ga je zeggen dat het de liefste, de mooiste en de knapste van heel de wereld is. Heb je wat brokjes of anders lekkers in je zak, waardoor dat hij er af en toe eentje van krijgt op het moment dat jullie samen aan het wandelen zijn. Wat je ook mag gaan doen is naar je hond gaan kijken op het moment dat hij gaat zitten. Waar kijkt hij dan naar? Kijkt hij naar jou? Dat zou kunnen betekenen, hey, los jij dit even voor me op? Ik vind het hier een beetje spannend. Ik wil dan naar huis gaan. Of gaat hij zitten en kijkt hij bijvoorbeeld naast zich? Wat zie jij dan als hij daarnaar kijkt? Misschien loopt daar wel een andere hond. Loopt daar de kat van de buren? Lopen er een paar zwanen? Weet jij veel? Kan van alles nog wat zijn. Kan ook een bus zijn die zijn remmen ontlucht of wat dan ook. Draait hij zich om en kijkt hij naar huis, dan zegt hij inderdaad, joh, ik ben er wel klaar mee, ik ga liever naar huis. Dus dat is ook wel heel erg belangrijk. Waarom doet hij wat hij doet? En hoe kan jij daarmee omgaan? Sowieso geef ik je de tip om de momenten dat hij wel met je meeloopt, dat niet zomaar als vanzelfsprekend. Niet alleen jou, Roy, maar iedereen die nu luistert. De dingen die hij doet, die hij heel graag wil, neem dat niet voor vanzelfsprekend. Stop daar iets van aandacht in je hond. Aandacht kan zijn stem, aandacht kan zijn brokje. Maar vertel even hoe fijn dat je het vindt dat hij wel meeloopt. Dus dat is wel een hele belangrijke. Ja? Mocht je meer informatie hebben over bepaalde situaties waarin dat hij het vooral wel of juist niet doet, laat mij weten. Dan kan ik meer gericht antwoord geven. Maar nu denk ik vooral heel veel aandacht stoppen in de momenten dat hij wel met je meeloopt. Dus als jullie samen over straat lopen, dan zeg je, goh, wat ben je toch een knapper. Wat doe je dat toch goed. Dus ik zag laatst ook weer hier in de buurt. Ik was onderweg van naar huis en ik woon aan de ene kant van Lelystad naar de Martin Gauws Academie. En die zit aan de andere kant van Lelystad. En onderweg kwam ik, denk ik, hou het de goede, volgens mij iets van 8 mensen tegen die hun hond aan het uitlaten waren. Waarvan dat 6 van de 8 zaten in hun telefoon te kijken tijdens het wandelen. En die andere 2 waren met hun hond bezig tijdens het wandelen. De 2 die met hun hond bezig waren tijdens het wandelen, daar was de hond ook veel meer met de eigenaar bezig. Dus die ging minder zitten en trok ook minder aan de lijn, alvast voor over een paar weken. Terwijl dat van de 6 mensen die in hun telefoon zaten, waren de 5 honden die trokken aan de lijn of die waren iets van de straat aan het vreten, die deden maar wat. Weet je, het is de wandeling van je hond. Zonder hond had je waarschijnlijk die wandeling niet gemaakt. Dus investeer ook in je hond. En vertel hem. Klets hem. Kijk verliefd naar je hond. Dat. Investeer in je hond. Dat zorgt ervoor dat hij ook meer in jou blijft investeren. He, want van nature doen ze dat wel. Alleen het neemt af als ze er niks voor terugkrijgen. Dus blijf investeren in je hond. Dan blijft de hond ook meer in jou investeren. En dat mag met je stem. Mag met verliefde ogen. Mag met wat lekkers. Kijk maar daar waar je hond goed op gaat. Ja, is niet alleen voor jou, Roy, is voor iedereen. Even kijken hoor. Alex,
Hoe vaak moet een pup eten? Die van ons eet maar 2 keer per dag zijn bakje leeg van ongeveer 50 gram. We hebben een Franse bulldog van 15 weken. Of is het dan raadzaam om ook natvoer te geven? Nou, ik zou natvoer sowieso niet doen. En natvoer is wat vaak in blik zit of zo. Dat zou ik sowieso niet doen. Daar zit veel te veel zout in en ook veel te veel water in. En je betaalt veel geld voor water. Nou, dat zit ook in de kraan. Dus dat is niet echt nodig. Het ligt een beetje aan je hond. Als jij zegt van, joh, mijn hond is hartstikke goed op maat en de dierenarts zei het ook, goh, het ziet hij er mooi uit, hij heeft geen overgewicht, heeft geen ondergewicht, dat, dan doet hij het er goed op. Veel pups eten 4 keer per dag en dat bouw je dan langzaam af naar, als die een paar maanden is, maak je daar 3 keer per dag van en uiteindelijk 2 keer per dag. Veel mensen, sommige mensen geven hem 1 keer per dag, sommige mensen blijven 3 of 4 keer per dag eten geven. Op zich maakt het niet zo heel erg veel uit. Wat ik altijd belangrijk vind, is dat je naar je hond kijkt, hoe hij erop gaat, hoe hij erop doet. Dat soort dingen allemaal. Als jij zegt, ik bied het 4 keer per dag aan, maar hij eet maar 2 keer per dag zijn bakje leeg. En het gaat goed met hem. Is er dus niks aan de hand? Als jij zegt, nou ja, nu ik bied het 2 keer per dag aan en daar gaat hij goed op. Is er dus ook niks aan de hand? Als jij zegt van, nou ja, nee, ja, ik vind hem misschien toch wel wat te dun. Of ik ben naar een dierenarts geweest en die vindt hem wat te dun. Dan gaat er dus iets veranderen. Maar het is zoiets individueels dat het vooral belangrijk is wat jouw hond ervan vindt. Dus als jij zegt, ik heb altijd maar gewoon 2 keer per dag gegeven omdat ik dacht dat dat zo moest. Nee, niet per se. Veel pups eten 4 keer per dag. En dan besteed je dus, hè, stel dat die 50 gram per bakje voldoende is voor de hele dag, geef je hem dus in plaats van 2 keer 50 gram, geef je hem 4 keer 25 gram. Heeft het ook wat meer tijd om het te verwerken en hoeft hij niet zo lange tijd te overbruggen. Voor volwassen honden is dat geen probleem. Straathonden eten soms hele dagen niet. Maar voor pups is over het algemeen, de gemiddelde pup, maar die bestaat niet, 4 keer per dag wel wat beter. Maar nogmaals, als die van jou het er goed op doet, je zou even langs de dierenarts kunnen gaan en vragen van, joh, hoe vind je dat hij eruit ziet en hoe vind je dat hij het doet? Nou, dat eigenlijk, Alex. Ja, ik hoop dat ik hiermee voldoende antwoord heb gegeven. Succes ermee. Saskia, Saga, een Franse bul van 5 maanden, wil alleen met mij lopen. Heb je een tip voor mijn man en mijn zoon? Of alleen of met mama hond erbij? Maakt niet uit. Dat zou ermee te maken kunnen hebben, Saskia, dat jij degene bent die sowieso alle leuke dingen met de hond doet. Dus dat jij de leukste bent of dat jij het meeste vertrouwen, betrouwbaarheid bij de hond overbrengt. Ik denk dat het daar ergens iets mee te maken heeft. Misschien zijn de wandelingen met jou wel gewoon veel leuker. Omdat jij wel tegen de hond kletst en de mannen alleen maar denken, oh, moeten we weer met de hond naar buiten. Of zo, of dat de mannen veel in de telefoon zitten en jij niet. Dus ga maar eens kijken wat los van de wandelingen jij anders doet dan de mannen. Want daar zit ergens het verschil in. Dus niet alleen tijdens de wandelingen, maar ook los van de wandelingen. Stel, de mannen zijn, ik overdrijf hem een beetje, ik heb geen idee of het zo is. Maar de mannen zijn de hele dag eigenlijk met andere dingen bezig. Met hun werk, met hun hobby, in hun telefoon, tv aan het kijken, weet ik veel wat. En dan 1 keer per dag, oh ja, we moeten de hond ook nog uitlaten. Dat ga ik doen, beetje overdreven gezegd. Dan kan ik me voorstellen dat de pup denkt, nou, ik vind haar veel leuker. Dus daar heeft het wel een beetje mee te maken. Of daar zou het in ieder geval mee te maken kunnen hebben. Er zit een verschil tussen jou en beide mannen. Ga maar eens op onderzoek waar dat verschil in zit. Niet alleen tijdens wandelingen, maar ook buiten de wandelingen om. Ja? Succes ermee, Saskia. Marion zegt, hallo, onze golden doodlepup doet zijn behoefte nooit tijdens een wandeling. Hoe kan ik dit wel realiseren? Met als aanvulling, onze pup is 13 weken. Bedoel je daarmee, Marion, en dat hoef je niet op te antwoorden hoor, maar dat vul ik dan even voor je in, dat hij dat niet tijdens de wandeling doet, maar dat hij dat juist weer doet op het moment dat je thuis komt. En dat zou dan in de tuin of in huis of ergens kunnen zijn, maar niet tijdens de wandeling. Dat kan ermee te maken hebben dat de wereld buiten een beetje spannend is. Of dat hij dat in het begin heel erg spannend vond. En dat hij daardoor in het begin die behoefte vaak binnen deed in plaats van buiten.
En dat is inmiddels een beetje aangeleerd zo, om dat zo op die manier maar te doen. Want tussen jou en mij, Marion, ik ken jou niet, maar ik durf zomaar te gokken dat jij je behoefte ook niet tijdens wandelingen doet, maar ook weer als je thuis bent. Ja, want dat zorgt voor een bepaalde mate van veiligheid. En mocht je nu thuis zitten en denken, ja, maar dat is een stomme opmerking, want wij doen het op de wc en de hond niet. Ja, maar als het aan de pup zou liggen, zou die het ook liever binnen doen. Zou die het ook liever in een veilige omgeving doen. De reden dat ik tijdens wandelingen in het park of in het bos, als ik heel nodig moet, dat ik denk, ja dag, ik vind het wel goed, ik zoek een boom op en ik plas gewoon. Dat heeft te maken met ervaringen. Want toen ik een puberjongetje was, toen dacht ik, ja dag, dadelijk word ik gespot, dadelijk zien ze me. En dan? Dus ik heb ook moeten leren, of ik heb eigenlijk geleerd door het gewoon te doen, dat buitenplassen ook veilig kan zijn. Dat dat niet meteen allerlei gevolgen heeft. En zo leert je pup eigenlijk ook buiten zijn behoeften doen. Nou, het kan twee redenen hebben waarom dat ze dat vaak buiten niet doen, maar binnen of in de tuin wel. Dat kan zijn omdat ze het buiten echt enorm leuk vinden. Dat ze gewoon met van alles en nog wat in hun omgeving bezig zijn, behalve met het plassen of met het poepen. En dat ze thuiskomen en dat ze denken, oh ja, wacht even, helemaal vergeten. Het kan ook zijn omdat ze het buiten nog steeds wel een beetje spannend vinden. Omdat je misschien niet heel veel aan socialisatie hebt gedaan. Of dat je altijd hetzelfde rondje loopt. Of dat er vorige keer met een auto getoeterd is waar ze heel erg van geschrokken zijn. Of dat er daar waar jij naartoe wil of daar in de buurt heel veel andere honden lopen. En allemaal geurtjes zijn van andere honden. En dat het best wel spannend is. Dus dat ze dan het rondje lopen en het dan toch het liefste maar weer gewoon veilig binnen doen. Of omdat ze het gewoon nog niet geleerd hebben in die zin. Plassen doe je buiten, plassen doe je buiten, plassen doe je buiten. En poepen dus ook. Dus wat je kan doen, misschien is er al wel een ritme ontstaan dat je weet, ja, maar zodra ik thuis kom, echt binnen een paar minuten is het in de tuin of in de keuken of wat dan ook. Wat je dan kan doen is dat op het moment dat je thuis komt, wacht je heel even. Stel, binnen 2 minuten doet je hond het ergens binnen, want hij moest wel nodig, hij heeft het alleen buiten niet gedaan. Binnen 2 minuten doet hij het binnen, dan kom je naar binnen en binnen een minuut ga je weer naar buiten. Of na een minuut ga je weer naar buiten. Dus niet meteen je jas en je schoenen en van alles nog wat uittrekken, want voordat je dat allemaal aan hebt, dan heeft hij zijn behoefte zo gedaan. Je hoeft ook niet de halsband af te doen of de riem af te doen. Desnoods loop je gewoon naar binnen. Wat er dan in dat lijf gebeurt, als het zo werkt zoals dat ik het net omschreef, is dat er wat meer ontspanning komt. Dat je denkt, gelukkig, we zijn weer binnen. En van het lopen moet ik wel veel poepen. Dus ik ga eerst maar eens even poepen. Dat lichaam gaat al aan het werk. En als jij er dan voor zorgt dat je voor die tijd weer opnieuw buiten bent, bij een lekker rustig en veilig plekje, weinig afleiding, maakt niet uit of zijn motivatie, ik vind het spannend of ik vind het heel erg leuk is. Zoek lekker een plekje op met heel weinig afleiding. Dan ga je weer naar buiten. Dat lichaam is al bezig. Nou kan ik me zomaar voorstellen bij een jonge pup dat hij denkt, ja, ik ga echt niet buiten. Vloep, sluitspier dicht. Je zoekt het maar uit. Dan ga je weer opnieuw naar huis. En dan ga je, als je heel even thuis bent, oh, hond komt tot rust, komt tot ontspanning. Lijf gaat weer aan het werk. Je neemt je hond weer mee naar buiten. En dat blijf je eigenlijk de hele tijd doordoen totdat hij het buiten heeft gedaan. En het maakt dan op zich niet uit of dat het op een grasveldje, op een parkeerplaats, op de straat, op de stoep. Dat maakt allemaal niet uit, hè, wat hij doet. Stap 1 is dat de hond leert dat er niks spannends gebeurt op het moment dat hij buiten zijn behoeftes doet. En je neemt een poepzakje mee en je ruimt het op. Probleem is opgelost. Binnen moet je het ook opruimen. Waarom buiten niet? Dus dat. Ga daar maar een beetje mee aan de gang. Dus voordat de hond weer binnen zijn behoeftes doet. Misschien zeg jij wel, ja, nou, ik heb een wandeling gedaan, ik kom terug. 3 kwartier lang doet hij niks en hij doet het dan eens een keer of opeens vind ik wat. Ja, dan betekent dat dus wat meer je hond in de gaten houden of misschien wel elk 30 minuten even met hem naar buiten gaan tot het moment dat hij zijn behoefte buiten heeft gedaan. Ja, want daar heeft het echt wel mee te maken. Soms omdat het buiten zo enorm leuk is, maar jij kent je hond beter dan ik, dus jij weet vanzelf wel of dat hij met van alles en nog wat bezig is. Vaak omdat ze de buitenwereld wel een beetje spannend vinden. Soms ook omdat de zinnelijkheidstraining is aangeleerd met van die puppy pads, met van die krantenachtige dingen, zodat ze de eerste paar weken hun behoefte binnen kunnen doen. Ja, als ze de eerste paar weken hebben geleerd om hun behoefte binnen te doen, waarom zouden ze dan ooit hun behoefte buiten gaan doen? Dus dat is voor mij persoonlijk de reden dat ik geen voorstander ben van puppy pads, omdat je hond dan 2 keer zinnelijk moet maken. Ja,
Dus kijk maar even of dat je er iets aan hebt. Op het moment dat je buiten bent geweest en er heeft niks gedaan. Je komt binnen en je weet een beetje. Oh, na 2 minuten of na 20 minuten of na 40 minuten ga ik binnen iets vinden. Dan zorg je ervoor dat je weer opnieuw buiten staat. Voordat hij iets doet. Ja, dus daar heb je zeker wat aan. En dan hebben we eventueel ook deze nog voor je. Het ultieme puppyzinnelijk maken handboek. Ook daar staan genoeg tips in waar je misschien wel wat mee kunt. Ja, ik zag de vraag van Ricardo. Hier ook behoefte alleen in de tuin. Onderweg helemaal niks. Ja, dat is omdat de tuin heel veilig is. De tuin is bekend. Ik doe het hier in huis eigenlijk alleen maar op de wc. En nooit in de woonkamer, niet in de slaapkamer. Gewoon wc. Gewoontegedrag, veiligheid, deur kan op slot. Heerlijk, kan erbij zitten. Ook fantastisch. Dus er zit heel veel gewoontegedrag in. Ja, dus ga maar eens kijken wat de motivatie voor je hond is om het niet buiten te willen doen. En vooral om het binnen te willen doen. Ik denk veiligheid in de meeste gevallen. Dus ga buiten op zoek naar een veilig plekje. En ga daar net zo vaak naartoe totdat hij het daar gedaan heeft. Hij kan het maar zo lang volhouden. Het is even een investering. Je hoeft ook niet met koekjes te belonen of dat soort dingen. Op het moment dat hij buiten gepoept heeft of geplast heeft. En je zegt, ja, goed zo. Oh, wat ben je toch een knapperd, zeg. Bam, hartstikke idee. Doe je de volgende keer weer precies hetzelfde. En na een paar keer leert je hond dat het best wel veilig is buiten. En dat is ook in aanvulling op wat Ricardo zegt. Hè? Hier ook behoefte alleen in de tuin. Ik heb geen tuin. Maar als ik een tuin zou hebben, zou ik er persoonlijk... Dat is voor iedereen zijn eigen keuze. persoonlijk voor kiezen om de hond niet in de tuin zindelijk te maken. Ook niet 's nachts. Gewoon altijd naar buiten. Dus als ik 's nachts wakker word, trek mijn kleren aan, ga ik naar buiten. Omdat ik wil voorkomen, ik wil eigenlijk dat de hond de tuin gaat beschouwen als een verlengstuk van het huis. Want als die nu in de tuin mag plassen en poepen, en sterker nog, bij Ricardo heeft hij helemaal dat ritme ontwikkeld dat hij het alleen maar doet in de tuin. En van de zomer, en mijn puppy is een wat grotere hond geworden, en van de zomer zit ik lekker te barbecuen, en mijn hond zit daar lekker zijn drol te draaien in de tuin, terwijl dat ik zit te barbecuen, word ik ook niet heel vrolijk van. Of ik lig daar lekker, of de kinderen zijn aan het spelen. En dan denk je eindelijk dat ze een veilige plek hebben om fijn te kunnen spelen. Staan ze in de eigen tuin opeens in de hondenpoep. Terwijl dat ze aan het voetballen zijn. Dus is ook niet handig. Dus mijn voorkeur heeft het, speciaal voor de mensen die net een pup in huis hebben. Of die af en toe nog doen. Mijn advies is, vertel je hond gewoon maar dat hij moet poepen. Weet je, als ik mijn kinderen hier zindelijk zou hebben gemaakt. Met soms mag het op de wc, maar soms mag het ook in de gootsteen en soms mag het ook onder de douche en soms mag het ook op de salontafel, dan ben ik te onduidelijk voor mijn kind om hem te vertellen wat verwacht ik nou eigenlijk van je. Ja? Vertel gewoon je hond waar dat hij zijn behoeftes moet doen. Standaard. En als standaard in de tuin is, vind ik het goed. Doet hij het vanaf nu af aan altijd in de tuin? Als je zegt, ja, klinkt als een goed verhaal, maar dat was weer niet de bedoeling, vertel hem dan maar wel. Ja? Als we de voordeur uitgaan, buiten. Daar gaan we plassen en poepen. Even kijken. Happy Play. We hadden gisteren een incident. Onze border collie van 4 maanden greep een stuk plastic van de straat. Mijn man haalde het eruit, maar moest het bekopen met een echte beet tot bloedens toe. Wat nu? Ik hoop dat hij naar de huisarts is geweest om eventueel een tetanusprik te halen of iets dergelijks. Maar in ieder geval even naar de huisarts. Dat sowieso altijd. Mijn vraag aan jullie is, was het een gevaarlijk stuk plastic? Was het iets waarvan dat je dacht, god, dit had ik echt even af moeten pakken. Of was het een stukje plastic wat dat hij gewoon even in zijn mond kon houden en na een tijdje weer uit kon spuren. Zoiets. En de andere kant, hè, de reden van de beet. Misschien was het een hele discussie, misschien was het een hele strijd om het af te pakken. Sowieso, ga nooit de strijd aan op het moment dat je hond iets heeft waarvan dat je denkt, vind ik eigenlijk niet zo handig dat hij het heeft, dan zou je naar je hond kunnen gaan zeggen, oh, wat heb je daar voor moois? Laat eens kijken. Je haalt even een brokje uit je zak. Je hebt een hond, hè. Godzijdank is het herfst, godzijdank is het koud, dus je hebt altijd een jas aan. Zorg ervoor, tenminste, hoop ik, denk ik. Als je geen jas aan hebt, maar een trui, neem dan, zorg er in ieder geval voor, moraal van dit verhaal, zorg er in ieder geval voor dat je altijd wat lekkers bij je hebt. Iets lekkers. Dat kunnen zijn eigen broekjes zijn, als hij daar veel voor doet. Kan ook iets anders zijn, iets extra lekkers. Dus op het moment dat hij iets in zijn mond heeft waarvan dat je denkt, liever niet. Dan ga je naar je hond en zeg, god, wat heb je daar voor moois? Laat eens even kijken.
En dan pak je een brokje uit je zak. En dan hou je de brokje voor zijn neus. En de enige manier voor je hond om dat brokje op te kunnen eten is als hij dat andere loslaat. En dan geef je hem een brokje. Pak je dat andere op, gooi je weg, is het probleem opgelost. Hoef je er ook geen strijd van te maken. Wat ik vooral zou willen weten, Happy Play, is reageert je hond in huis ook zo? Als hij speeltjes heeft of als hij iets pakt wat niet mag. Stel, hij pakt de theedoek en je wil de theedoek van hem afpakken. Reageert hij dan ook bijterig? Ja, want dan zou er een onderliggend probleem in kunnen zitten. Als dit een eenmalig incident is, dan denk ik, oké, volgende keer pakken we het niet meer af. Gaan we het ruilen voor wat moois? Als jij zegt, nou, hij kan daar wel op die manier op reageren, dan zou ik eventjes een gedragstherapeut inschakelen. Want dan is er mogelijk een kans, zeg niet dat het zo is, maar dan is er mogelijk een kans dat hij een vorm van bezitsagressie heeft. Bezitsagressie kennen we vaak als baknijd, omdat een hond zijn voer verdedigt. Maar dat zou ook kunnen zijn als ik mijn telefoon op de grond laat vallen en mijn hond pakt de telefoon, dat hij bereid is om het te verdedigen als ik het probeer af te pakken. Nou ben ik niet zo'n afpakker. Hè? Ik gooi dan, stel dat hij hem zou hebben, dan en ik zeg een keer los en hij doet het niet. Alleen los zeggen als je het hebt aangeleerd. Als je het niet hebt aangeleerd, snapt hij toch niet wat de bedoeling is. Dan pak ik wat brokjes. Strooi ik wat brokjes bij hem vandaan op de grond. Laat hij mijn telefoon vallen. Gaat hij de brokjes eten. Pak ik de telefoon op. Is het probleem opgelost. Ja? Dus wat belangrijk is was het stuk plastic gevaarlijk? Als jij zegt, ja, was hartstikke scherp. Goed dat je het hebt afgepakt. Voor wat betreft de beet, even naar de huisarts. Om mogelijke infecties te voorkomen. En doet hij het vaker? Doet hij het in huis en of buiten wel vaker? Dat hij zo reageert als hij iets heeft gepakt. En jullie willen het afpakken. Zo ja, even een gedragstherapeut inschakelen. Even kijken op nvgh.nl. NVGH, Nederlandse Vereniging Gedragstherapeut Honden. .nl. Daar kan je postcode of je woonplaats invullen. En dan zie je vanzelf welke gediplomeerde gedragstherapeuten voor honden bij jou in de buurt zitten. Als je zegt, nee, dit is de eerste keer, we zijn er wel van geschrokken, maar dit heeft hij echt nog nooit gedaan. En in huis laat hij ook dat soort dingen nooit blijken. Dan zou ik zeggen, één signaal is geen signaal. Dan was het misschien een ongemakkelijke strijd. Of zei je man misschien, ai, los, ai, voer. Dan maakte hij meer een strijd van dan eigenlijk strikt noodzakelijk was. Dus ik was er niet bij. Dus dat maakt het voor mij wel heel erg lastig. Als het vaker gebeurt, hulp inschakelen. Als dit de eerste keer is, ben je ervan bewust dat het zo werkt. Ga volgende keer ruilen voor iets anders. En dan zou ik er verder nog niet heel veel paniek van maken door naar gedragstherapeuten te gaan en dat soort dingen. Dus dat is een beetje de afweging. En jullie kennen je hond beter dan dat ik hem ken. Dus dat is denk ik een afweging die jullie zelf het beste kunnen maken. Ja, succes ermee. Jeetje jongens, alweer 10 voor 11. Time flies when you're having fun. Even voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld, heel kort hoor, want ik heb veel meer zin om al die vragen te beantwoorden. Hi, welkom, fijn dat jullie zijn. Ik ben Edgar, instructeur en gedragstherapeut. En 2 keer per week beantwoord ik vragen voor puppyroep.nl tijdens het puppyvragenuurtje. Ik ben er nu, donderdagavond om 7 uur ben ik er weer. Zo rond die tijd ga ik ook voor volgende week inplannen. Ik verwacht dat ik dan weer gewoon maandagavond, vrijdagochtend ben. Daarna is het kerst en gaan we weer allerlei dingen veranderen. Maar goed, daar komen we wel uit. Als we zo meteen klaar zijn, ik zeg kwartiertje, nee langer, 20 minuten. En je denkt van, goh, ik wil eigenlijk nog veel meer weten. Kijk dan even bij de links hier beneden. Allemaal blogs, vlogs, cursus, boeken. Je kan ze gek niet opnoemen, of het staat er wel tussen. En de boeken zijn Het Ultieme Puppy Zindelijk Maken Handboek. Het Ultieme Puppy Bijten Afleren Handboek. Allemaal boeken van ongeveer 75 bladzijden is dik. Met heel veel informatie, heel veel nuttige informatie. Het Ultieme Puppy Alleen Laten Handboek. En de boeken zijn er ook als luisterboek en als e-book. Dus mocht je liever geen papieren bladzijden hebben, maar iets anders, iets digitaals, dan kan dat ook nog. Ten slotte, het Ultieme Puppy Bench Training Handboek. Dus 4 boeken. Kijk ook vooral bij de honden die trekken eens naar de online cursus Wandelen aan Slaplijn. Ook een hele interessante. En nog even een kleine oproep van mij. Woensdagochtend geef ik les aan de Martin Gauws Academie hier in Lelystad. En ik zou daar nog, we hebben een leeftijdsfase dag. Dus daar gaan we kijken van wat vinden pups en pubers nou heel erg belangrijk. En voor het ochtendprogramma van 11:30 tot 11:30 zou ik nog wel 2 pups kunnen gebruiken. Dus mocht je het leuk vinden,
om een tripje naar Lelystad te kunnen maken. Het is helemaal gratis, kost je helemaal niks. Je mag er gewoon bij blijven. Je mag vragen stellen. Vragen die je normaal gesproken hier stelt, kan je dan daar ook stellen. Mocht je het leuk vinden om even naar Lelystad te rijden, dan stuur me dan even een mailtje naar Edgar, E-D-G-A-R, hondbewust@gmail.com. Ik zal mijn mailadres ook eventjes bij de comments neerzetten. Even kijken, hondbewust@gmail.com. Goed geschreven, goed gespeeld. Check, staat er nu bij. Stuur me dan even een mailtje met de naam en de leeftijd van je hond van 11:30 tot 11:30. Dus zeg maar iets voor 11:30 aanwezig, iets na half twaalf weer weg. En er zijn dan iets van 14 studenten of zo die daarbij zitten. En nou goed, als je me mailt, hebben we het wel even over wat precies de bedoeling is. Gaan we nu snel door naar de vraag van Corine. En Corine zegt, onze pup van 12 weken plast bijna altijd buiten. Maar op zondag, als iedereen thuis is, en dus een stuk drukker, plast ze wel 3 tot 4 keer binnen als ze net buiten heeft geplast. Zou dat gewoon de drukte zijn? Ja, dat is gewoon de drukte. Er zijn en meer prikkels. Dus je bent veel meer bezig met andere dingen. Ik vergelijk het dat maar een beetje als een kind in een speeltuin. Een kind is thuis hartstikke zindelijk. Maar op verjaardagen, als het heel druk is, dan is het al een stuk minder. Of als je buiten in de speeltuin bent, dan komt hij de halverwege de glijbaan achter dat hij denkt, oh, nu ben ik te laat. Dat. Dus, en dat gebeurt ook bij pups. Dus als je dat weet, als je weet, zondags is iedereen de pup meer in de gaten houden, vaker met je pup naar buiten. Ja? En zorg er ook voor, als iedereen er is, is het ook zo verleidelijk dat hij meer wakker blijft. Zorg er ook echt wel voor dat hij voldoende rust krijgt, ook op die dagen. En als dat lastig is, omdat het veel drukker in huis is, zou je eventueel een kleedje over de bench kunnen doen. Dat soort dingen. Maar goed gezien, Corine. Daar kan het zomaar mee te maken. Hanna zegt, hi Edgar, ik heb jullie puppy alleen laten handboek helemaal doorgelopen, maar we komen niet verder dan stap 5. We hebben een kokkepoe van 16 weken. Nou weet ik uit mijn hoofd natuurlijk niet wat stap 5 is, Hanna. Je gaat nog wat verder. Ze raakte al onder stress, zodat ze de deurklink van de buitendeur hoort. Heb haar dus nog nooit een minuut alleen kunnen laten. Ik heb net mijn mailadres gedeeld, Hanna. Zou je mij een mailtje willen sturen? Want ik merk dat ik nu in de korte tijd die we nog hebben, dat ik wel wil reageren, terwijl we daar eigenlijk helemaal geen tijd meer voor hebben. Zou je mij even een mailtje willen sturen naar dat mailadres? Dan reageer ik daar eventjes op. En dat geldt even alleen voor Hanna, jongens. Dus niet allemaal mailtjes gaan sturen. De rest beantwoord ik niet. Daar hebben we echt het puppyvragenuurtje voor. Het enige wat ik denk ik ga doen, Hanna, is jou even naar iemand doorverwijzen. Die jou daar mogelijk bij kan helpen. Ja? Maar als je me dat eventjes zou willen mailen, dan ga ik nu in alle rust even verder met de rest. En dan kom ik er bij jou later op terug. Even kijken. Marga. We hebben een pup, een golden retriever. Hij doet het supergoed. Wij lopen van 5 tot 11 uur, elke 2 uur. Hoe lang moet je dit doen? Met veel prikkels doet Bo plasjes in huis. De nachten gaan goed. Hoe bouw je dit op? Nou, door te kijken naar de hond. Ik weet niet hoe oud dat hij is. Hij is nu 10 weken. Ik zou vooral kijken naar het ritme van de hond. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. En als jij zegt, doordat we elke 2 uur even met hem naar buiten lopen, gaat dat hartstikke goed. Een ritme zou ook kunnen zijn na elke vorm van enthousiasme. Dus dat betekent na het eten, na het drinken, na het slapen, na het spelen, ga je naar buiten. Nou, een pup van 10 weken slaapt al snel 18 à 20 uur per dag. Dus dan blijft er 6 tot 8 uur over waarop dat je dat soort momenten doet. Dus bijvoorbeeld, hij heeft lekker geslapen, hij wordt wakker, je gaat met hem naar buiten. Hij komt naar binnen, jullie gaan eventjes samen spelen. Hij drinkt nog eventjes wat. Ga voor alle zekerheid nog even met hem naar buiten. Ga nog even lekker chillen in huis. Daarna gaat hij weer slapen. Boom. Wordt hij weer wakker? Ga je weer met hem naar buiten. Dus dat je ritme is. Ja? Dus dat je niet strak op de stopwatch gaat zitten. Op 2 uur. Misschien moeten we hem wel wakker maken, want hij moet even naar buiten. Dat hoeft allemaal niet. Kijk ook een beetje naar het ritme van je hond. En met veel prikkels hadden we het net over. Met veel prikkels doet hij zijn plasjes in huis. Dan is hij een beetje van de leg. Dus als er veel prikkels zijn, weet je dus dat je daar je ritme iets op aan moet passen. Ja. En het opbouwen gaat dan vervolgens, als dat goed gaat, ga je de tijd gewoon wat oprekken. Dus als die dan wakker wordt, wacht je 5 minuutjes voordat je naar buiten gaat. En daarna 10 minuutjes voordat je naar buiten gaat. En
Zo kom je uiteindelijk uit op een ritme dat je misschien 4-5 keer per dag met hem naar buiten gaat. Of zo. En zo leert je om te dan. Ja? Succes ermee, Margen. Sharaida, laatst vertelde je over een therapeut voor verlatingsangst. Komt zij ook bij een hond van 1 jaar? En welke website was het ook alweer? Ik kon het niet meer terugvinden. Sharaida, ik zet de website even bij de reacties. elinmay.com elinmagriekseij.com En het mooie is, zij komt niet thuis, want dat heeft weinig toegevoegde waarde, want je wil juist gaan helpen met verlatingsangst. Dus zij helpt jou online. Dat zou dan kunnen betekenen dat als het nodig is dat jij bepaalde dingen kan doen, dat zij online mee kan kijken om te zien hoe dat hond reageert. Want ja, als ze thuis op de bank zit en je loopt weg, dan is er nog steeds iemand in huis. Dus ik heb de website gedeeld. En ja, zij doet dat voor alle leeftijden. Dus haar kan je inderdaad gewoon benaderen. Succes ermee, Sharaida. Ja, Ricardo. Ricardo zegt, vanaf welke leeftijd mag een pup traplopen? Wij wonen in een huis waar je de trap op moet naar de woonkamer. Mijn advies, en ik geef je er 2 advies. 1 is, je kan een hond, een pup op jonge leeftijd al echt wel leren dat hij een verhoging op moet. Dus, en dit is dan niet zeg maar de werkelijke verhoging, maar voor een pup zou het wel zo kunnen zijn. Je kan wel zoiets op de grond leggen en dat je pup aankomt lopen, en dit is dan zeg maar werkelijke hoogte, dat je pup aankomt lopen en dat hij leert dat hij daar op moet stappen. En op een gegeven moment zou je er, ik noem het altijd maar van die winkelcentrum trappen, weet je nou wat ik bedoel? Dat je zo'n traptree hebt en die er heel lang doorloopt. Vaak is 1 stap loopt niet lekker, maar 2 stappen moet je hele korte stapjes lopen. Die. Dan kan je pup daar opklimmen en dan kan die weer een stukje gewoon lopen voordat hij op de volgende. Het zijn er vaak maar 3 of 4 achter elkaar. Dus dan zou je op een gegeven moment ook, hij klimt daarop, hij loopt een stukje verder, klimt op de volgende. Dat kan je op een jonge leeftijd wel gaan doen. Niet te hoog, maar echt een trap. Ja, ga je denk ik niet blij mee worden, Ricardo, maar als die volgroeid is, als zijn lijf af is. Sowieso, traplopen is slecht voor honden. Voor ons eigenlijk ook. Maar traplopen is slecht. En dan is naar beneden is slechter dan naar boven. Want naar beneden kom je elke keer, het is net als dat wij een berg afwandelen. Bergen beklimmen lopen we altijd te zuchten en te steunen. Ik ben blij als ik weer naar beneden kan. Maar als je naar beneden kan en je krijgt elke keer die klap van je lijf op je knieën, daar gaan je knieën aan kapot. Niet van het naar boven lopen. Van naar boven lopen krijg je spierpijn. Van naar beneden lopen gaan je knieën kapot. En dat is met traplopen precies hetzelfde. En honden moeten dat ook leren. Hè? Het is niet, sommige honden lopen gewoon in 1 keer naar boven. Sommige honden vinden de trap hartstikke spannend. Maar het rechtstreekse antwoord op jouw vraag, je kan nu alvast een beetje gaan oefenen, maar ik zou wachten totdat hij volgroeid is om hem echt, zeg maar, meerdere keren per dag de trap op en af te laten lopen. Dus dan liever optillen en op die manier. Ik weet even niet, had je het net gezegd? Volgens mij niet. Wat voor soort hond dat je had? Nee. Dus als je een grote hond hebt, heb je eigenlijk gelijk een soort fitness. Hartstikke goed voor. Even kijken. Marijn. Mijn pup eet zijn eigen poep op. Waarom doet hij dat? Nou, ik ben er niet bij. Dus zeker weten doe ik het niet. Maar de kans is heel erg groot dat hij dat doet omdat de fokker het niet heeft opgeruimd vroeger. Wat er gebeurt bij zo'n fokker thuis, is moederhond, Ridgeback, zie je? Sorry, ik ben even afgeleid, Marijn. Ricardo heeft een Ridgeback. Het wordt echt fitness voor je. Ja, voorlopig even optillen. En je kan, wat ik al zei, je kan die andere dingen echt wel oefenen voor een goede spierontwikkeling. Maar voorlopig nog even optillen. Terug naar Marijn. Sorry Marijn. Waarom eet de pup zijn eigen poep op? Op het moment dat pups geboren worden, kunnen ze nog niet uit zichzelf poepen en plassen. Moeder initieert dat door de pup te likken. En dan gaan ze plassen en na een tijdje ook poepen. En moeder eet dat dan ook meteen op. Dat doet ze om mogelijke vijanden niet wijzer te maken dan ze zijn. Want ja, die pupjes die ruiken natuurlijk wel een beetje. Als je die ontlasting dan ook nog eens een keertje laat liggen, dan zijn er altijd vijanden die dat ruiken en die komen je pups opeten. Dat is niet handig, dat is niet de bedoeling. Dus daarom eet moeder dat op. En dat blijft ze best wel een tijdje doen. Na een week of 2 gaan bij zo'n pup de ogen en de oortjes open. En dan gaat hij een beetje om zich heen kijken. Hij ziet nog niet heel veel. Maar dan gaat hij een beetje om zich heen kijken. En naarmate dat de weken volgen,
ziet hij dus, gaat hij zelfstandig poepen, dat kan hij dan tegen de tijd al, gaat hij zelfstandig plassen en poepen, en ziet hij op een gegeven moment zijn moeder die poep opeten. Nou, net als dat ik vroeger schilder wilde worden, omdat mijn vader ook schilder was, merk je dat pups ook heel veel leren van hun moeder. Qua lichaamstaal, qua beweging, qua wat is veilig, wat is onveilig. Maar dus ook qua dit soort dingen. Moeder blijft het gewoon opeten om te voorkomen dat vijanden het ruiken. Dus die eet het op. En dan zit er zo'n pup, die zit zo naar die moeder te kijken. En die denkt, oké, nou zal ik jou eens een handje helpen dan. En vervolgens gaat hij zijn eigen poep oplopen eten. En er is ergens zo'n kantelpunt, vlak na die, zeg maar, 2 à 3 weken, dat de taak van de fokker wordt, juist om ervoor te zorgen, A, dat die nestbak een beetje schoon is, maar ook B, om ervoor te zorgen dat de pups dat niet leren. Want anders gaan ze dat gewoon overnemen. Dan gaan ze poepen, draaien ze er op, vreten ze hun eigen poep erop. Nou is poep eten niet geheel vreemd in de dierenwereld. Hè? Konijnen eten poep, kippen eten poep, varkens eten poep, honden eten poep. Maar ik zou ook niet zeggen van, god, dat is een goede om op je dieet te zetten. Dat is een hartstikke gezonde. Want het zijn wel afvalstoffen die je lijf uitgaan. Dus wat je mag doen, dat is niet de vraag. Jouw vraag was, waarom doet hij dat? Die heb ik net beantwoord. Wat je kan doen is, op het moment dat je hond aan het poepen is, of dat hij gepoept heeft, dat hij klaar is, dat je afstand kunt nemen en dan je hond naar je toe kan roepen. Door hem te roepen, door hem een brokje voor zijn neus te houden. Maar in ieder geval dat hij ervoor kiest om naar jou te komen, na te poepen, in plaats van dat hij ervoor kiest om zijn eigen poep op te eten. Op het moment dat hij bij jou is, bij voorkeur ben je met z'n tweeën. Op het moment dat hij bij jou is, kan je hem op afstand houden en kan je of de ander of jij met voldoende afstand even met een poepzakje de poep opruimen, om te voorkomen dat je op de terugweg er langs loopt, er even niet meer aan denkt. En dat je hond denkt, oh, ik was wat vergeten, en dat hij was nog opeten. Ja, dus daar kan je wel verandering in gedrag in creëren. Dat is niet handig, want dit zit er eigenlijk vanaf geboorte in. Dat is niet zo, maar ze doen het al wel, nou, bijna hun hele leven lang. En voor je hond is het heel erg gewoontegedrag. Maar gezond is het niet, dus mocht je het hem aan kunnen leren dat hij elke keer zich even bij jou meldt na het poepen. En aan de lijn is dat makkelijk. Los van de lijn is dat natuurlijk onbegonnen werk. Want dan staat hij op een gegeven moment 20 meter verderop. En dan heeft hij gepoept, draait hij rijgen op, vreet hij het op. Want zo snel ben je niet. Dus dat maakt het wel lastig. En ook wel een beetje een vieze. Dus helaas. Even kijken hoor. Oké, Happy Play reageert nog even. Die was dat van die border collie die plastic had gepakt. Plastic was gevaarlijk. Nou, goed dat je dat dan dat je hebt ingegrepen. Nog steeds vind ik, ga eens kijken met ongevaarlijke dingen. Dus dat kan je thuis ook gewoon aanleren. Je kan thuis er los aanleren door hem iets vast te laten pakken. Goed vastlaten. Dan een brokje voor zijn neus. En als hij doet, dat je dan zegt los. En dan krijgt hij het brokje. Dan gaat hij leren dat los betekent, als ik loslaat wat ik in mijn mond heb, dan krijg ik van jou een brokje. Dus die kan je dan aan gaan leren. En op het moment dat het ruilen, wat heb je daar voor moois? Let's kijken. En je kan het ruilen voor wat lekkers, dan lukt dat met gevaarlijkere dingen ook wat makkelijk. Ja, dus eerst leren en oefenen met minder gevaarlijke dingen. Even kijken, nog eentje. Lieke trekt net een bericht in voordat ik hem had kunnen lezen. Oh, Lieke floepert. Ik hoop dat je je vraag nog een keer stelt. Daar hebben we nog wel een klein beetje tijd voor. Als je hem nu stelt, ga ik hem nog beantwoorden, Lieke. Doe ik nu alvast die van René eventjes. René zegt, we hebben een golden retriever pup van 8 weken, nu 4 dagen in huis. Hij wil in de middag niet slapen. Hij is dan oververmoeid. Heb je tips? Ja, die heb ik. En dat is een beetje, mijn kinderen wilden ook nooit slapen toen ze klein waren, of nooit. Wilden ook moeilijk slapen op bepaalde momenten. Zeker als ze oververmoeid waren. Zo, ik ben niet moe. Ja, ik weet het, schat. Ik zie het aan je. Je bent klaar wakker. Maar toch ga je even naar bed. Het is niet eerlijk. Nou, dat soort dingen allemaal. Maar ze gingen toch. En dan vaak als ik 5 minuten later ging luisteren, dan lagen ze te slapen. Mocht je pup al aan de bench gewend zijn, dan zou je ervoor kunnen kiezen om hem toch in de bench te doen, deurtje dicht, kleedje eroverheen. Mocht hij daar nog niet aan toe zijn, waar ik alle begrip voor heb, want de pup is er nog maar net, dan zou je de pup eventueel op schoot kunnen nemen. Kijken of dat je hem daar in slaap kunt krijgen. En als die in slaap valt, hè, dat hoor je dan vaak wel aan zijn ademhaling.
dat hij helemaal ontspant en dat hij dan op een gegeven moment verder slaapt. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om hem ergens anders neer te gaan leggen. Bijvoorbeeld alsnog in zijn bench, zodat hij daar alvast wel een beetje aan went. Maar ga eens kijken of dat je hem een handje kan helpen. En dat hij 's middags oververmoeid is, betekent dat je 's ochtends te veel hebt gedaan. Ja? Dus kijk niet alleen naar de momenten waar dat de problemen zich veroorzaken. Kijk ook naar de momenten waar dat het eventueel zou kunnen ontstaan. Dus misschien zijn je ochtenden wel veel te druk. Dat hij daardoor 's middags niet wil slapen. Ja? Dus ga eens kijken of dat je een beetje een ritme erin kunt krijgen. Waar dat je hem, als hij nog niet overprikkeld is, wat meer rust geeft. Zodat je het moment van overprikkeld worden steeds meer uit kunt stellen. Ja, snap je een beetje wat ik bedoel, René? Succes ermee. En, zoals beloofd, de vraag van Lieke. Lieke zegt, mijn pup van 11 weken blijft 's nachts in de bench poepen, terwijl dat we hem al hebben verkleind. Hij geeft geen signalen af dat hij hoge nood heeft, maar geeft wel signalen als hij gepoept heeft. Daarna wil hij niet meer in de bench, hij wil alleen maar bij ons in bed liggen. Heb je tips? Nou, sowieso, mijn eerste vraag natuurlijk, Lieke, is, lukt het, de hond? Mag die daarna bij jullie in bed? Want als dat zo is, dan snap ik hem wel. Dan zou ik ook niet meer terug in de bench willen. Wat je mag gaan doen voor wat betreft het poepen. Ik vind het wel heel fijn dat hij achteraf aangeeft dat hij het gedaan heeft. Ja? Dus jij weet ongeveer een tijdstip. En misschien is dat elke nacht wel heel erg anders. Dan heb je een uitdaging. Maar misschien weet je inmiddels wel, ja, zo rond een uur of drie. Dan begint hij te piepen dat hij heeft gepoept. Dan weet je dus dat hij ergens tussen 2 en 3 gepoept heeft. Waarschijnlijk tussen 2:15 en 3 gepoept heeft. Dan ga jij je wekker zetten op 2:15, 2:30. Dan kom je je bed uit. Heb je nog even tijd om snel wat aan te trekken. En dan neem je je pup mee naar buiten. Dan ga je met je pup naar buiten. Totdat hij buiten gepoept heeft. Dan kom je weer terug. En dan stop je hem weer in de bench. Niet te veel poeren. Niet te veel gaan kletsen. Want op het moment dat jij zegt, zo, gaan wij eens even lekker naar buiten. Gaan we lekker buiten poepen. Ja, goed zo. Ja, je hebt buiten gepoept. Hoe meer dat jij investeert, des te wakkerder dat je hond wordt. En des te groter dus dat hij de kans ook heeft dat hij zegt, ja, nu ben ik wakker. Nu gaan we samen spelen. Of nu wil ik bij jou in bed. Dus je haalt hem gewoon saai met je ogen op slaperig. Je haalt je hond eruit, lijnt hem aan, neemt hem mee naar buiten. Gaat naar buiten, buiten even poepen. Weer terug naar binnen. Terug in zijn bench, deurtje dicht. Boom, slapen. Als hij begint te piepen en te mouwen dat hij wil, dat hij bij jullie in bed wil, doe je even je hand door de tralies, zodat hij toch nog wel een beetje bij is. En dat is ook een beetje de gedachte dat hij, tenminste, ik weet niet of hij nog bij jullie slaapt in de slaapkamer. Dat vul ik in, omdat hij daarna bij jou in bed wil. Als hij nog bij jullie op de slaapkamer slaapt, dan zou ik mijn vingers even door de tralies doen, waarmee dat je zegt, het is oké, ik ben in de buurt. Mocht hij niet bij jullie op de slaapkamer slapen, maar dat hij echt pas rustiger wordt als hij boven bij jullie in bed ligt, dan zou je ervoor kunnen kiezen om de pup even in bed te doen, zelf eventjes naast de bench te gaan liggen, zodat je nog wel in de buurt bent. En op het moment dat hij in slaap is gevallen, dat je dan heel zachtjes weer terug naar boven gaat. Ja? Dus wekker zetten, zodat je voor kan zijn dat hij niet in de bench gaat poepen, dat hij buiten poept. Dus dat ga je voor zijn. Zo saai mogelijk. Dus dat hij ook nog zo moe mogelijk is tegen de tijd dat je weer naar binnen gaat. En dat de kans vergroot dat hij weer gewoon door gaat slapen. Gaat hij niet doorslapen, mag er wel een soort van aandacht zijn. Als zijn de vingers tussen de tralies door of zo. Maar niet uitgebreid met hem gaan kletsen. En als het niet de bedoeling is dat de pup de rest van zijn leven bij jullie in bed ligt, zou ik hem dus ook niet in bed nemen. Ja. Want op het moment dat je nu leert, als we zijn wezen poepen, hoef je niet meer in de bench, mag je bij ons in bed. Dan ben je hem dat dus aan het aanleren. Niet alleen voor nu, maar ook voor de lange termijn. Ja? Succes ermee, Lieke. Nou, zijn we mooi op tijd klaar. 10:50. Redelijk ingeschat. Alle vragen zijn beantwoord. Ik ga jullie een hele fijne dag wensen vandaag. En ik zie jullie heel graag aanstaande donderdag om 7:00 zijn we er weer. Ja, dat was het eigenlijk maar zo mee. Ik wens jullie een hele fijne dag. Doei.